Aho, lieve jij, en leuk dat je kijkt naar mijn vlog, De Heilige Bron. Vandaag, ofwel nu, ja, is mijn mind echt... We staan op de threshold van een grote dawning. Oef, mijn mind is blown. En dat komt door het volgende, ga ik je vertellen. Ik... probeer tegenwoordig zo min mogelijk op Facebook te zijn. Ik vind het wel leuk om daar af en toe naar te kijken. Ik bedoel, ergens mag ik nog wel een verslaving hebben. Het valt mee, maar ik kijk wel regelmatig en ik deel ook regelmatig. En toen zag ik vandaag een filmpje van... ja, de oprichter van Facebook. En Facebook wordt Meta. En dat heeft ertoe besloten om nu deze vlog op te nemen. Maar ook om, ik ga het zeggen, per 1 januari gaat mijn Facebook eraf. En is dat op een of andere manier vreemd? Is dat een gek gevoel? Is dat, ja, dat heeft wel iets aparts. Dat heeft wel iets geks. Want ik zie soms wel eens posts die ik 10 jaar of langer geleden heb gedeeld. Ik denk dat ik Facebook wel vanaf 2007 of 2008 gebruik, even uit mijn hoofd. En vandaag zag ik een filmpje van een presentatie. En dan ook een iets van 15 seconden filmpje waarbij je het verloop van... de bedrijven die Facebook heeft bij elkaar komen en dat wordt dan Meta. En dat is niet zomaar een metamorfose, want ik zie dit als een verandering in het bewustzijn welke echt levensgevaarlijk gaat zijn. En dat ga ik uitleggen op deze manier. Iets voor Facebook. En ik denk dat dat ergens 2005, 2006 is geweest. Toen zat ik in een heel diep dal. En als je vaker mijn vlogs hebt gekeken, dan sta ik er open in om te delen dat ik verschillende verslavingen heb gekend. Verschillende drugsverslavingen. En ergens, dat maar even, is er altijd iets in mij, ik weet nu. Wat dat is een zuiver bewustzijn die mij scherp houdt op het moment dat ik mezelf verlies. Dan komt daar een stem en die zegt dan, vanaf morgen ben je gestopt. En dat is voor mij tot op heden nog steeds gelukt met mijn GHB-verslaving, met mijn cocaïneverslaving, met mijn speedverslaving. Maar ook in 2005, 2006 toen ik verslaafd was aan het volgende. Toen ik echt, wat ik nu kan zien, en daar was ik me totaal niet van bewust, een depressie, burn-out, ja, dat was wel een depressie, waarin ik het leven gewoon niet meer zag zitten. Toen kwam er door vrienden, kwam Second Life op mijn pad. En Second Life was een online platform, daar logde je in en daar werd je een avatar. En die avatar, dat was heel grappig, een heel eenvoudig poppetje in een wereld waar alles kon en waar alles mogelijk was. En dat poppetje, dat liep dan zo, en dan moet ik even denken aan mijn vorige vlogje over Soul City. En dit is wel bijzonder dat ik dan Soul City opneem een week of een paar dagen voordat ik deze introductie zie. Maar terug te komen. Ik ontdek dus Second Life. En Second Life, daar log ik in. Ik ben dat poppetje wat zo gek loopt. Maar ik werd uitgenodigd door vrienden. En die vrienden die verdienden geld in Second Life. Want er gaan echt miljoenen om in Second Life. En daar werk je met lindendollars, zoals dat heet. En ik kom daar in dat spel. En die gasten, die vrienden,
platoonvrienden zijn waarvan ik hoop dat het nu goed gaat, maar die zie ik niet meer zo. Zeiden ja, maar wij doen het supergoed en wij verkopen scripts en met die scripts kun je huizen bouwen. En als je dan zo'n script koopt, dan heb je een pakketje in je rugzakje en je doet dit en dan heb je een heel huis wat van klein tot groot en prachtig uitziet. En je kunt dan ook land huren, digitaal land, en daar kun je dan jouw woning opbouwen en jouw leven op inrichten. Luister goed. Dus ik stap daarin en die gasten die zitten volop in het geld. Die zitten volop in die lindendollars. Dus ik kom daar aan en ik loop daar als een mallig poppetje. Met niet zo'n tof uiterlijk of een heel eenvoudig uiterlijk. En niet veel bijzonder, zoals iedereen eruit ziet in dat spel. En dat spel had ik snel door. Want op het moment dat je geld hebt, als je lindendollars hebt, wel net de echte wereld. Als je geld hebt, kun je alles kopen. En dat diepe depressiestuk, dat verdween in dat spel. Want ik kon daar alles zijn wie ik zou willen zijn. En wie ik zou willen zijn, was de persoon die ik niet op dat moment was. Dus ik loop daar natuurlijk een paar uur in dat spel en je moet ontdekken, want je kan teleporteren en je kan daarheen en je kan afspreken en je kan ondertussen chatten. Je kon toen nog niet bellen, want daar zo snel waren de lijnen nog niet. Dus je kon nog niet met koptelefoontjes met elkaar spreken, maar wel typen. En dat was een beetje in de tijd van misschien wel MSN of noem het maar op wat je toen had. En een paar dagen in dat spel kom ik er dus achter dat ik met dat geld ook skins kan kopen. En dat je dus ook bewegingen kan kopen. En dat je dus allemaal tools kan kopen om je te verrijken als in, hey, maar nu heb je een coole avatar. En dat proces heeft zo'n 3 tot 4 maanden geduurd, waarbij ik echt tot diep in de nacht heb gesecond-lived. Was dat een... Ik heb gesecond-lived in dat spel. Maar je moet je voorstellen, wanneer je geld hebt en je koopt voor, ik noem maar wat, 5000 lindendollars, koop je een skin die er helemaal top uitziet, met een goed figuur. Op een gegeven moment loop je dan helemaal vol trots, want die avatar, die geeft weer ook, je kan dan een script runnen, waarbij je kan harder, sneller lopen, chill lopen, kan dansen, kan bewegen, waarbij je haar anders kan doen. En ik waande me zo dat ik die Denden Delcato, weet ik nog, geweldig, je moest al een achternaam kiezen uit een lijst en ik weet het nog, die schiet ineens in mijn gedachten, ik heette Denden Delcato. Maar op een gegeven moment had ik dus ook door hoe het werkte en hoe je daar dus ook weer wat geld kon krijgen. En dat heeft dan 3,5 maanden, 4 maanden geduurd. En toen besefte ik, dit is een verslaving. Ik waande me Denden Delcato. En die persoon was ik niet, want als de computer uitging en ik stond op, dan was het eerste wat ik dacht, ik wil weer inloggen. Want in dit leven voel ik me superkut en depressief. Zit ik nog steeds aan de drugs. En dus zat ik volop aan de drugs. In een spel. Helemaal top. Daar een beetje het mannetje te zijn. Het tegenovergestelde van hoe ik me voelde. En ik was in een metamorfose naar iemand anders. Diegene die ik niet was hier in het fysieke tastbare. En nu zie ik een presentatie van onze welbekende Facebookman. En dan komen hier echt de kriebels in mijn buik. Want, en mijn onderbewuste schreeuwt tegen mij van, het wordt even vlogtijd, we gaan dit nu opnemen vandaag. Want, wanneer dit uitgerold gaat worden, en ze hebben al die virtuele bril, we hebben de sterke computers, de wereld wordt gecreëerd, waar ik zo nog even op terugkom, van waardoor dat dan is. En als je daar dan instapt,
En je wordt dan aangeraakt met alles is mogelijk. Want zo zie je het ook al meteen in deze korte presentatie. Dan kun je daar heel snel verleid in raken op het moment dat je je niet bewust bent van dat je al in dat virtuele spel zit. Hier, in deze dimensie, in dit nu moment van bewustwording. En dat moment dat ik dat zie en ik koppel dat terug aan dat Second Life, waar bij mij dus na 3,5-4 maanden mijn hogere zelf tegen mezelf zegt van, en nu is het klaar, stoppen, want hier gaat te veel tijd en een bepaalde manier van energie in zitten die niet goed voor je is, ben ik de volgende dag ook gestopt. En dan zie ik dit en dan komt dat allemaal terug. En het gevaar in dit spel is dus dat je niet meer bewust bent van jouw zijn, van jouw spirituele zelf, maar zo geconditioneerd raakt met dat alles kan en alles mogelijk is. En dus ook dingen vanuit je huis daarmee naartoe kan nemen, want op een gegeven moment heb je natuurlijk 3D-scans, kun je ergens van maken al met een iPad en dan kan je je camera meenemen of wat dan ook wat je kunt meenemen. Alles kun je meenemen vanuit het fysieke in dit spel, dat je de werkelijkheid gaat kwijtraken. En daar komt dan nog iets anders bij. Want een van mijn favoriete films, en dat is, ik denk dat ik, misschien The Matrix heb ik denk ik al 4 of 5 keer gezien, maar niet in zo'n korte tijd als Ready Player One. En dat is een absolute aanrader. Dat is ook in een virtuele wereld. En daarin wordt laten zien wat nu Meta heeft aangekondigd. En als we daar naartoe gaan, dan is dit bewustzijn voorbij. Want je kunt daar zo in opgeslokt worden en in meegenomen worden. In meegenomen worden op de manier zoals heel veel nu worden meegenomen in de angst. Zo kun je ook meegenomen worden in hebberigheid. Want angst en hebberigheid zijn de meest ego-prikkelende zaken die je kunt oppikken. En als je daar boven staat, dan zie je dat. Maar op het moment dat je in angst en hebberigheid zit, dat is waar de hele wereld op regeert, dan raak je verdwaald in dit spel. Want dat is het. Onder het mom van social, dat je bij elkaar kan zijn zonder bij elkaar kan zijn, wat ik meer asociaal noem, is sociaal media absoluut verder van sociaal, maar gaan we steeds verder van elkaar verwijderd zijn. Degene die, en ik kan natuurlijk niet overoordelen, want ik denk dat het ook een interesse is en waanzinnig dat het allemaal kan, maar dit komt voor uit een ongenoegen. Een ongenoegen waarin je dus virtueel alles kunt creëren, alles kunt laten zijn. Dat je virtueel met iemand hand in hand een strandwandeling kan maken, terwijl op het moment dat je straks die bril afzet en je zet die koptelefoon af, ja, dan weet je werkelijk niet wie er aan de andere kant van die koptelefoon of microfoon zit. Want dat kan echt heel iemand anders zijn. En dat wordt nu natuurlijk wel een beetje tricky of gevaarlijk. Maar ik voorzie dat dit in werkelijkheid wel gaat gebeuren. En ik wil daar geen onderdeel van zijn. En dat is waar ik vandaag meerdere keren aan me voorbij heb voelen komen. Waardoor ik, ja, ook met jou wil bespreken van hoe denk jij daarover en wat zie jij daarin? Wat voel je daarbij en wil je daaraan toe bijdragen? Wil je dit systeem gaan ondersteunen en helpen? Want met elke keer dat je inlogt op Facebook, betaal jij aan dit systeem. Want zo werkt het. Het is gratis. Gratis kost je iets. Kost je privégegevens. Kost wat dan ook wat het kost. Op het moment dat iedereen ermee zou stoppen,
dan houdt het op, want is het onbetaalbaar voor degene die dit allemaal maken en ontwikkelen. En dat ontwikkelen, dat kan haast niet anders dan dat het uit een ongenoeg komt vanuit het gewone leven, of doordat je zo'n goede programmeur bent en daar heel veel geld mee verdient, dat je dat ook weer creëert, dat je dan denkt dat een ander dat ook nodig heeft. Maar je hebt dat helemaal niet nodig. Je hebt, alles is hier al. Alles is hier. Hemel is op aarde. Je hoeft hem alleen maar te creëren. En die creatie, dat zit niet in een computerspel, want dat is het. Alleen straks ken je jezelf in, je past jezelf aan en daarvoor zul je echt Ready Player One moeten kijken, want dat is sowieso een te gekke film, maar vooral te gek om het laatste moment en om ja, de reden waarom ik hem zo te gek vind. Want vanaf het eerste moment dat ik die film heb gezien, was ik al bang voor dat dit zou gaan gebeuren. En dat is vandaag echt aangekondigd. En met de nieuwe chips die ontwikkeld, die nu ontwikkeld zijn al. Hè, als je kijkt naar de laatste computers die een van de grootste merken hebben uitgebracht. Ja, dat is zo snel, zo groot, dat je straks echt letterlijk die chip wordt. Waarbij je alleen nog maar thuis zit. Je werk online thuis doet, op die stoel. Waarbij je geld verdient, op diezelfde stoel. Waarbij je uit eten gaat, op diezelfde stoel. Waarbij je bijna slaapt op diezelfde stoel, want je wil alleen maar in die wereld zijn. En dat is waarom ik vandaag dit wilde delen, want het is een bizar iets. Als je daar echt goed op gaat invoelen, dan wil je daar net als ik geen onderdeel van zijn. En heb ik dus met mezelf vandaag afgesproken hoe bizar dat ook voor mijn ego klinkt, dat ik mijn Facebook-account ga deleten. En dat betekent dus ook voor mij dat ik mijn Cambo Thuis-account ga deleten, want dat is gekoppeld aan. Dat betekent dat ik mijn Instagram-account niet meer heb, waar ik niet zo heel veel mee doe, omdat het gekoppeld is. Twitter deed ik al niet meer. Deze beslissing en deze vlog maak ik op de eerste plaats voor mezelf, omdat ik met mezelf die afspraak maak om dat te doen. En ook al vindt mijn ego daar van alles van, ik weet dat net als het loslaten van een grote klant waar ook een bepaalde inkomsten niet meer uitkomt, dat het zich vanzelf oplost en dat het van daaruit wel weer ontstaat. En daar ontstaat altijd iets moois uit. Want als het vanuit hier komt, wat ik heel sterk voel, dat ik nu echt die stap mag gaan zetten, op basis van wat ik vandaag gezien heb, wil ik daar niet meer aan bijdragen. En dat betekent dat ik dus ook tijd overhoud per week. Want ik kijk nog wel regelmatig. En ik ben er ook mee bezig. En natuurlijk kom ik daar ook leuke en bijzondere delingen tegen. En dingen waar ik heel veel van leer. Maar die kan ik ook op een andere manier vinden. Ik maak me daar zorgen om. Voor heel veel anderen. Maar ik maak me nu ook zorgen voor heel veel anderen. Die ook meegaan in bepaalde dingen. Die nu zijn. Maar dit is toch wel iets waarvan ik voor mezelf de beslissing heb gemaakt. Van ja, tot hier. En dan is het klaar. Ik hou van gadgets, ik ben er gek op. Al die gadgets zorgen ervoor dat ik dit kan opnemen. Maar dat is nog steeds persoonlijk. Maar nu is het veel groter. En ik ga dus een andere metamorfose in. En dat is de metamorfose van, ja, dag Facebook. Hello Meta. En dat is mijn metamorfose, maar niet die van Facebook. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarin staat en of je dit filmpje al hebt gezien. Zoek het anders even op als in de aankondiging van.
Je kunt het ongetwijfeld terugvinden. Ik kwam het even tegen op mijn tijdlijn bij video's onderin. Zijn dat natuurlijk ongetwijfeld fantastisch aan het promoten. Dus ik denk dat dat heel snel op je tijdlijn van je video's vandaan voorbij komt. Dus kijk dat eens en voel. Of kijk Ready Player One. En kijk dan nog eens een keer dat filmpje. En dan hoop ik dat je begrijpt wat ik bedoel. En dat ik voorzie dat dat echt het verlies is van je ziel. Dat is wat ik zie. Ik wens je een hele fijne dag. Ik wens je een heel mooi nu moment. Tot een volgende keer. Mijn naam is Denden. En wanneer je dat nog niet gedaan hebt, druk dan hieronder even op abonneren. Of op de duimpje omhoog, like button. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Dag! Ik ben shocked. Ik ben echt letterlijk shocked van dit. Dag.